Ik ben Alexandre Bonvin. Ik ben hoogleraar in computationele structuurbiologie bij Universiteit Utrecht. En dat valt onder de faculteit Sciences en scheikunde in het bijzonder. We gebruiken chemische methoden, maar ook fysische methoden en om te kijken naar biologische problemen in mijn vak. En we kijken eigenlijk naar de moleculen van het leven. We proberen te begrijpen hoe deze in elkaar zitten. Dus hoe zien ze eruit? En hoe ze met elkaar praten. Dus mijn onderzoeksveld, waar wij in mijn groep bezig zijn, we zijn eigenlijk bezig om het sociale leven van moleculen in kaart te brengen. We zijn eigenlijk aan het begin van een lange keten. Dus één steen in een grote piramide en we zijn aan de onderkant van de piramide. En we leveren kennis over de structuur van die moleculen en van de netwerken. En deze kennis kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuw medicijn bijvoorbeeld. Omdat als we de structuur weten, dan kunnen we aan gaan sleutelen om medicijnen ontwikkelen die erin passen of niet passen. Many of these processes can be studied at the microscopic level, but for deeper understanding, it is essential to study biology at the level of molecular structure and interactions. The world of atoms and molecules, the world of structural biology. Structural biology includes a large amount of powerful research techniques. Among these techniques, biological nuclear magnetic resonance, or biological NMR, is of great importance to reveal the secrets of life at the molecular scale. Biological NMR uses the same principles as magnetic resonance imaging, or MRI, in hospitals. However, instead of making images of the body, compounds like proteins or DNA are inserted into large magnets. Electromagnetic radiation is then sent onto the compound, which sends back signals that reveal the molecular structures. Step by step, information is obtained that we use to make accurate 3D models, adding more and more to our understanding of life and disease. Wat het filmpje ook uitlegt is hoe we aan het werk gaan om die structuur te bepalen. Er zijn verschillende methoden hiervoor ontwikkeld. En een van die methoden die in Utrecht toegepast wordt, is NMR, Nuclear Magnetic Resonance. En dat is bekend, zoals gezegd, is van ziekenhuis, MRI-scanners. Ja. We stoppen mensen erin en we krijgen mooie plaatjes. We stoppen moleculen in een magneetveld en we meten afstand tussen atomen. En op basis van die afstand, met computers, kunnen we dan een driedimensionele beeld creëren. Dus dat is experimenteel gedeelte van het werk. En daarnaast zit ook heel veel computergedeelte aan het werk. Als je aan de softwarekant, aan de methodekant werkt en je ziet dat mensen wereldwijd jouw tools gaan gebruiken en toepassen in hun onderzoek, dan word je blij. Ja. Dus je doet iets nuttig. Zelf ben je aan de onderkant van een grote piramide qua kennisgeneratie. Als heel veel mensen onze tool gebruiken en vertrouwen in de tool die we hebben gebouwd, dat betekent dat we door goede werk hebben geleverd en dat we nuttig werk doen. En dat maakt me blij. Ik heb altijd rond NMR gewerkt, maar nooit echt experimenteel gewerkt. Ik ben altijd met computers bezig geweest. En vanaf het begin heb ik me bezig gehouden met het vertalen van die experimentele informatie in een 3D-model. En daarvoor is heel veel rekenkracht nodig. We kunnen gewoon niet op papier dit soort problemen oplossen. Dus daar zijn de computers voor nodig. En in de loop van de tijd is mijn interesse meegegaan naar de interactie, dus het netwerk tussen moleculen, het sociale leven weer. En daar vaak zijn we beperkt in de experimentele informatie die we kunnen creëren. En dan moeten we gaan modellen. Dan proberen we te nemen wat de kennis die er is over een systeem. Maar daarnaast moeten we ook de modellen in de computer bouwen. En dat betekent ook heel veel rekenen, rekenkracht nodig. En op basis van die berekening kunnen we voorspellingen maken van hoe ziet het systeem in elkaar en hoe zien ze eruit. Ja. En deze voorspelling worden weer door experimentele mensen gebruikt om experiment uit te voeren en die voorspelling te toetsen. Dus dat is een constante cyclus van modellering, berekeningen, experimentele werk. En samen kunnen we vooruit. Today's demanding academic research needs sophisticated computing power.
What if there was a way to put spare computing power at a university to good use by making it available to others? If we can pool this computing power together, we will be able to speed up research work. That's exactly what the European grid infrastructure does. With the grid, this network of computer servers at universities across Europe supports a wide range of cutting-edge research. Welcome to Stories from the Grid. De grid zelf is niet ontstaan in een paar jaar. Dat is, het heeft een hele lange geschiedenis. Dat komt van CERN. CERN heeft ook het internet uitgevonden uiteindelijk. Voor de fysici om een data te kunnen verwerken, hebben ze eigenlijk de grid uitgevonden. Dus hij is een heel grote infrastructuur. Er is heel veel software die ontwikkeld moest worden om alle computers te laten communiceren. En die is ook heel veel... security issues, dus we willen niet dat niet iedereen mag zomaar gebruik maken van al deze computers in de wereld. Dus, en de hele orchestratie van de grid wordt eigenlijk door EGI, dat stond in een filmpje, dus de European Grid Initiatives. En er zijn ook andere zulke initiatieven in de US en in China, dus verschillende landen. Maar dat is het vraagt heel veel coördinatie tussen landen om dat draaiend te houden. Communicatie is snel, dus het stopt niet. Communicatie is snel en de omwisseling van data is ook heel belangrijk. Dus we kunnen data vrij makkelijk wisselen met elkaar. En die berekening, ik denk zonder de netwerk die we nu hebben, zouden we niet dit soort werk kunnen doen. We sturen nu een job naar buiten in Utrecht en zeg maar, ik wil software X hebben. En geef maar een site waar rekentijd beschikbaar is. En dat gaat naar Maleisië of het draait in de US of in Brazil. En ik hoef me geen zorgen te maken waar het draait, zolang het ergens draait. Ja. Het kost wel wat moeite, dat moet je allemaal in plaats brengen en managen. Ja. Maar als één keer redelijk draait, dan is het een mooie automatisering. En zonder de netwerk, zonder die communicatie van nu, zal dat niet mogelijk zijn. Om een grote sprong vooruit te maken, ik denk dat we vooral onze modelnorm moeten verbeteren. Dus terug naar de basics. Dus het is niet alleen maar rekenkracht en dom rekenen, maar je moet slim rekenen. Ja. En daarom is ook onderzoek nodig. En verder wat over 5 jaar de hele genomic data explosie, ik denk dat heel veel gaat leveren. Dat we veel slimmer mensen kunnen behandelen voor bepaalde ziekten, voor kanker. Dat we veel slimmer weten, deze medicijn gaat wel werken voor meneer X, maar die gaat niet werken voor meneer Y. Omdat hun genoom anders zijn. Dus de personalized medicine concept die komt dichterbij. Dus dat zijn wel belangrijke stappen. Maar 5 jaar is kort ook, zeker als we denken, we praten over structuurbiologie, medicijn, de ziekte. Het ontwikkelen van een nieuw medicijn kost voor de farmaceutische industrie 12 tot 15 jaar. Oh. Dus als nu een medicijn op de markt komt, is het onderzoek 15 jaar geleden gebeurd of begonnen. Dus dat is een lange traject. Dus we moeten ook geen mirakels verwachten van in 5 jaar is alles opgelost. We maken kleine stappen en dan kijken we waar zijn we. Ik denk dat ze bijvoorbeeld de software die we ontwikkeld in Utrecht, dat heet Haddock, net als de captain van Kuifje. Dat wordt wereldwijd de meest gebruikte software voor dit soort toepassingen. En 10 jaar geleden had ik nooit gedacht dat ik dat we zouden staan waar wij nu staan. En dat komt uit een idee op een één moment en dan gaat het rollen. Dus serendipity is nog steeds belangrijk. Dus het is moeilijk te voorspellen waar ben ik in 5 jaar van nu. Dus ik ben heel veel, zeker in de onderzoekswereld. Als ik nu zou kunnen voorspellen waar ik in 5 jaar sta, dan zou ik geen onderzoek doen. Zou ik productie doen of ontwikkeling, maar geen onderzoek. Dus onderzoek blijven open vragen waarvan wij nu die antwoord nog niet weten. En die vragen die veranderen constant. Dus het is een moving target.